Vorige jaren had ik deze microfoon nog niet nodig. Toen was het mogelijk om iedereen te bereiken. Maar deze opkomst, geweldig. Heel hartelijk dank dat u vanavond bij deze boekpresentatie aanwezig wil zijn. En wat een geweldige feestelijke stemming, Arlette, Herward en Louise, bij het binnenkomen. Heel, heel hartelijk bedankt. Ik zal eerst... Hey, Bert! Ja. Welkom! Ja. Leuk dat je er ook bent. Kijk eens, een fotograaf krijgt toch wel de eer van 1, 2, 3, 4 fotografen en een filmcamera. Geweldig. Hallo. Ik heb de indruk dat mijn... Dat is het zaad wat je gezaaid hebt. Dank je, mevrouw Wolf. En heel fijn dat u er vanavond ook bij bent. Geweldig. Dank u wel. Ik zal eerst even kort het programma van de avond vertellen. Straks zal ik allereerst het tweede exemplaar van Waterland in beeld overhandigen. Ik zal wel uitleggen waarom het het tweede exemplaar is. Dan zal ik een presentatie laten zien van een selectie van de foto's. Nu merk ik hoe het is. Maar ik vind het nog steeds heel leuk hoor. Bert, Herman, kijk eens aan. Jullie maken er even een ekje van. Oké, ik laat een presentatie zien. En in die presentatie geef ik speciale aandacht aan 3 foto's. Met medewerking van enkele van mijn gasten. Als allereerste laat ik straks de omslag zien. En ik ben heel blij dat Neeltje van Altena Boneveld ons dat wil vertellen over wat we nou zien op die omslag. Ten tweede, terwijl ik de foto laat zien die ik gemaakt heb tijdens het kinderconcert dat door Charlotte Rutgers begin januari georganiseerd werd, heeft voor haar leerlingen in de Nicolaas en de Antoniuskerk, laat ik de foto zien van Arlette, Herward en Louise. En dan spelen jullie weer een stukje muziek. Ik kijk er al naar uit. En tenslotte heb ik, en daar ben ik heel blij mee, ook nog een toneelstuk van het gezelschap Coma van Marion Boschieter en Maaike Vos. En zij spelen een scène uit de één acte. Vertel nog eens, zing nog eens een liedje, vertel nog eens een verhaaltje. Maar eerst wil ik heel veel burgers bedanken. De vrijwilligers die al die leuke evenementen organiseren, elk jaar weer. Dat is heel bijzonder. Een journalist interviewde mij een keer van de Noord-Hollands Dagblad en die zei, bij ons zou dit niet mogelijk zijn, we hebben alleen maar de Sint-Nicolaas-intocht. Ik heb het bekeken, in mijn boek staan bijna alleen maar foto's van door vrijwilligers georganiseerde evenementen. Er zijn nog wel wat scholen en het gemeentehuis natuurlijk, Koninginnedag. Maar verder allemaal vrijwilligers die die evenementen georganiseerd hebben. Geweldig. En ze zijn ook altijd weer blij, vinden het ook altijd weer prima om daarover een artikel te schrijven. Wat weer de basis is voor de teksten in mijn boek. En ja, Laura, ik wou jou heel, heel hartelijk bedanken. Laura Janssens van Zinspeling wil ik even aan jullie voorstellen. Zij heeft zich op een zeer zorgvuldige en creatieve wijze over de teksten ontfermd. Ik heb zondag het boek nog eens rustig bekeken en ook die teksten herlezen. Heel erg leuk. Dank je wel. Dat applaus is zeer wel verdiend. He, want nu en dan was ik ook wel wat chaotisch bezig. Hè? En Laura blijft rustig. Het komt allemaal goed, komt allemaal goed. En het toeval wil dat naast jou Ellen Haar zit. Ook jij heel hartelijk bedankt voor de goede adviezen die je ook weer terugvindt in het boek.
Dan alle mensen die mij geholpen hebben met mijn namenjacht. Hè, Klaas, jij bent één voorbeeld van de mensen waarvan ik dan denk, ja, ik ken je. En dan ben ik die naam toch weer kwijt. En zo gaat het met heel veel mensen die binnenstappen, denk ik, ja, die ken ik heel goed. Gelukkig zijn er ook weer veel vrijwilligers die me helpen met die namenlijst. Bijna 1000 mensen. Geweldig. In die namenlijst dus, ja. Dan zijn er fotografen die mij geholpen hebben aan foto's van evenementen waar ik niet bij kon zijn. Ron, jouw dochter bijvoorbeeld, de opening van de Gouwzee. Hartelijk dank. Er zijn er nog een paar foto's die, nou ja, jullie zien het in de colofon, door anderen gemaakt zijn. En heel in het bijzonder wil ik de ondernemers, en nu kijk ik Kees Huiberts aan als een van de ondernemers. Ik ben jullie heel dankbaar, want zonder jullie vinden elk jaar weer een plekje in het Sinterklaas of kerstcadeau voor mijn boek. En zonder dat zou het echt niet lukken. En er zijn er ook nog die zeggen, meid, fantastisch waar je mee bezig bent, wat moet ik al op die boekjes? Hier, geef mij er maar 3 en dan krijg ik een leuk bedrag. Dat is ook wel leuk, die financiële sponsoring. Maar die, ja, geweldig. Dank, ondernemers. En het lijkt alsof het ook echt iets van onze gemeente is. Hè? Ik vind die vrijwilligers, die ondernemers, die van alles en nog wat steunen. Het geeft mij een geweldig goed wijgevoel. Maar dat komt misschien omdat ik daar wel heel, heel veel van merk. Ja, en dan is er nog 1 en die zou ik heel graag willen bedanken. Maar hij heeft me ten strengste verboden. Maar zonder hem zou het niet gelukt zijn om dit boek te maken. Oké. Dan gaan we over. Straks krijg ik op mijn kop. Marco, zouden we de eerste foto kunnen laten zien? En mag daar het licht uit? Ik denk dat jullie het dan beter kunnen zien, hè? Een prachtig idyllisch plekje. Kees woont ernaast. Het huisje van tante Jopie, zoals ze voor bekenden heet. Mevrouw Johanna Pronk, die getrouwd was met Henk Pronk en op 17 mei 2007 overleden is. Het huisje en de tuin wordt zorgvuldig onderhouden door iemand die dat doet ter ere van het nagedachtenis van tante Jopie. Maar ja, die wil ook niet bij name genoemd worden. Ik heb wel begrepen dat dit echtpaar op een manier boerde waardoor, ja, ik heb er geen verstand van, maar dode koeien kwamen er niet voor op die boerderij. Ze kruiden wel de mest nog steeds met de kruiwagen. Het is een feest om daar in de lente zo'n foto te kunnen maken. En zeker als je dan als fotograaf geluk, en ik geloof dat ik vaak geluk heb als fotograaf, dat daar kinderen aan het spelen zijn. Waarom laat ik deze foto zien? Zoals bekend schrijft elk jaar een van de voorzitters van de dorpsraden, in dit geval van de polderraad, het voorwoord. Kat Woude was nu aan de beurt. Rijn Hinsen heeft het voorwoord geschreven. Een prachtige ode aan Kat Woude. Echt heel mooi. Heel jammer. Rijn vindt het ook heel spijtig. Maar hij kon er niet vanavond aanwezig zijn. En ja, de traditie wil dat ik het eerste exemplaar aan de schrijver van het voorwoord geef. Maar die is nu in India, of vliegt nu op het ogenblik naar India. Vandaar dat ik zei, ik ga het tweede exemplaar overhandigen aan de tekstschrijver van de tekst op de achterkant van het boek. En dat is onze burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon. Luzette, heel hartelijk dank voor de mooie tekst op de achterkant van het boek. Waterland, hoe heb jij het ingevuld?
Waterland doet wat met je. Ja, precies. Maar... precies. Waterland doet wat met je. En dat is wat wij ook ervaren. Hè? Waterland doet iets met je. Ik wil jou graag het eerste exemplaar overhandigen. Maar dan wil ik graag... het tweede exemplaar. Het klinkt ook niet, hè? Ik wil het tweede exemplaar. Dat is denk ik heel uniek in zetten. Heb jij ooit wel eens een tweede exemplaar ontvangen? Vast. Mag de lamp nog even aan? Maar nu dus met een batterij fotografen die er allemaal een foto van willen maken. Oeps. Mooie achtergrond natuurlijk, hè? Wil je die achtergrond? De bar maar, hè? Oh, de bar. Oké. Laat ze mij even sturen. Maar jij denkt echt geen goed, jullie sturen. Wat zeg je? Nou eens naar ons. Als u met de rug naar de mensen toe gaat staan. Dat is leuk. Oké. Vinden jullie dat ook leuk? Mag dat voor het moment? Nou, kom op, Ria. Wij gaan met de rug. Ze willen jullie erop hebben. Daar staan we dan, Bert. Jij moet aan deze kant. Ja. Nou, jij weet ook hoe het moet, hè? Ja. Nee, want jij hebt de microfoon en anders zitten we vast. Wat heerlijk al die hulp, Lisette. Dank je voor deze mooie tekst. Dank je wel, ja. En jij krijgt een zoen van me. En heel veel plezier met het bekijken van het boek. Oh, kijk, dan gaan we even. We gaan even kijken. We kijken eerst even naar Bert. Oh, oké, daar gaat hij. Wel lachen, dames. Ja. Microfoon. Dan naar Herman. Even klaar. En Ron, kom. Ron? Mag ik ook? Ja, ja. U mag klappen voor de Ron. Ja. Bedankt. Ja. Mag ik er wat zeggen bij mij, Ria? Ja, leuk. Dat mag? Oké. Okay. Ja, natuurlijk. Ik moet deze microfoon. Oké. Okay. Net een dans met een microfoon noemen we dit, Ria. En ik ben zo goed in dansen op het ogenblik. Ik hou me even. Hier zie je de prachtige, en ik was erbij. Is dit in het Zuiderzeemuseum? Vorig jaar. Oh, toen was ik er niet bij. Nee. Dit jaar ben ik geweest. Ik mocht in de, het zie je de tweede keer. Ik mocht in de herdansen. Ik heb wel vaker dat, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik neem hem heel graag van je in ontvangst. Ik vind dit ook, Ria is een beetje een icoon aan het worden. Ik heb ook gezegd, Waterland doet wat met je. En wie kan dat heel goed vastleggen? We hebben natuurlijk heel veel mensen die er ontzettend goed de geschiedenis vastleggen. Maar ik denk dat zo'n beetje bij elk evenement wat in Waterland georganiseerd wordt, komt ze aan op een fiets. Heel stilletjes, heel rustig. U kent het allemaal, dat beeld. Ria gaat voorzichtig, schrijft ze tussen de mensen door. Hoeft niet op te vallen, staat niet als eerste vooraan, maar heeft altijd haar momentje. En soms moet je even langer blijven zitten. Blijf nog even staan. Kijk nog even zus. Kijk nog even zo. We doen het allemaal, want het is voor Ria. Ria is er, ik heb haar ook omschreven als een stille kracht in Waterland. Maar zij kan ook als geen ander mens die hele mooie, unieke momenten vastleggen. Jij zegt, ik heb een beetje geluk. Nou, volgens mij is het gewoon jouw mooie, je oog voor al die mooie details. Jij weet altijd op het juiste moment een blik, een glimlach, een verbazing op een kindergezicht of blijdschap vast te leggen. En dat spreekt uit al die foto's. Je zet hier gewoon Waterland op een ongelooflijk mooie manier op de kaart. En ik vind het helemaal top dat we weer een nieuw boek van je hebben, dat het elk jaar weer gelukt is. Wij gaan ook weer ons uiterste best doen om te proberen boeken van jou te slijten. Want ik vind niet, het is een hele nare term, maar Ria verdient het gewoon om op elke tafel in onze gemeente te liggen. Want elke kern is hierin vertegenwoordigd. En wij moeten gewoon met elkaar het boek gaan promoten. En ik ga dat ook doen als burgemeester en ik hoop dat jullie dat allemaal gaan doen. Zodat Ria vooral haar mooie werk volhoudt. En dat we volgend jaar weer met z'n allen op een plek staan. En ik hoop misschien wel weer hier waar we jouw volgende boek weer in ontvangst gaan nemen. Want ik hoop echt dat jij de traditie vol gaat houden, Ria. Heel veel felicitaties vanuit de gemeente Waterland. Dank je. Maar ik denk namens alle mensen hier een groot applaus voor Ria. Zeer goed. Dank je wel, Lisette. Het is heel hartelijk dank, Lisette, voor deze prachtige woorden. Ik,
Ja, ik zou er bijna stil van worden, maar dat kan natuurlijk niet vanavond. Nee, ik moet gewoon door. Welkom Rix, leuk dat je er ook bent. Ja, dat moet gewoon hoor Rix, we zijn blij met je. En dat blijft zo. Elke keer dat jij weer verschijnt, zal je hartelijk ontvangen worden. Wij gaan door. Oké, toen ben ik mijn spiekbriefjes kwijt. Oh, hier. Marco, de tweede foto. Ja, de foto van de omslag. Blauw natuurlijk. En een blije foto van een groep vrolijke markermannen en vrouwen. Ik ben heel blij dat Neeltje van Altena Woneveld hier is, van het Markermuseum, vrijwilligster, zodat ze ons kan vertellen wat we nu zien op deze foto. We zien een vrolijk gezelschap, een man en een vrouw in het zwart gekleed. Het is helemaal aan jou toevertrouwd om daar straks iets over te vertellen. Maar eerst wil ik het Markermuseum heel hartelijk feliciteren met 3 hoogtepunten in de maand oktober. Op 4 oktober stapte de 500.000ste bezoeker het Markermuseum binnen. Geweldig. In die 31 jaar hebben jullie het Markermuseum in de wereld op de kaart gezet. 500.000 bezoekers. Dat is niet niks. Ten tweede kocht de voorzitter in oktober op de veiling in Antwerpen, ik begreep telefonisch, klopt dat Neeltje, een prachtig schilderij van een 19e eeuws marker interieur. En dan ten derde, en dan ga ik even spieken, werd het markerbeduurwerk opgenomen in de nationale registratie van het immaterieel cultureel erfgoed. Klopt het wat ik nu heb gezegd zonder te spieken? Mooi. Het is prachtig. 3 van die hoogtepunten in 1 maand. Heel, heel hartelijk gefeliciteerd daarmee. Ik kan u allemaal een bezoekje, als u er nog niet bent geweest tenminste, aan het Markermuseum aanraden. 1 april is het weer open. En dan zal je zien met welke liefde en aandacht die collectie is samengesteld. Liefde en aandacht. Neeltje, graag geef ik jou nu het woord om ons iets meer te vertellen over wat we zien op de omslag. Ja, nee, van jawel. Ja. Zit goed hier? Met je. Jullie. Ja. Kan iedereen het zo zien? We zijn heel blij met deze omslag op uw boek. We zijn er wel trots op. En het is een bijzondere foto, omdat het niet zo vaak voorkomt dat dit totaalbeeld geprojecteerd wordt. Een bruidspaar met bruiloftsgasten. En nou is dat bruidspaar helemaal in zwart. En dat klinkt eigenlijk treurig. Maar zij dragen kleding die in de 16e eeuw in de mode was. En wij hebben gewoon die kleding nog. Tot in de jaren 50, 60... werd er getrouwd in deze zwarte kleding. Hoe komt het nou dat wij dat allemaal nog hebben? Nou, het is in heel veel culturen zo dat bijzondere kleding altijd bewaard bleef, lang bewaard bleef. En dat was zeker huwelijkskleding, omdat daar toch speciale herinneringen aan zitten. En ook omdat de stof heel bijzonder kan zijn. In de 16e eeuw was een heel roerige eeuw. De Hollanders moet ik eigenlijk zeggen, roerden zich heftig tegen het bewind van
de Spaanse koning, Filips II. En in de kerkelijke wereld was het ook roerig. Protestanten die eisten ook rechten op. En het was in die tijd zo dat er geen modekoningen waren, zoals nu. Maar een koninklijk hof bepaalde de mode. En omdat wij onder het bewind stonden van de Spaanse koning, was de mode hier zwart, omdat de mode in Spanje zwart was. Nou, als het hof zwart bepaalt, dan gaat de adel mee, de bestuurders, de rijke kooplieden, de hoogleraren, vooral waren dat toen de theologen. En het volk gaat dan ook daarachteraan. Zo kwam het dus dat de kleding hier in Waterland ook zwart was. Heel Waterland, of eigenlijk nog verder, werd er zwarte kleding gedragen. Het is dus eigenlijk goed beschouwd niet alleen markenkleding, maar het is veel meer. Het is streekkleding. En in Duitsland en Vlaanderen werd het ook gedragen. Alleen op marken is het blijven bestaan. En omdat, het toont treurig, maar de kleding was van mooie stof gemaakt. Het was ook deftig. Zwart is deftig. Kan chic zijn. En daarom is het ook als huwelijkskleding gewoon bewaard geworden. Ik wil er even echt die 16e eeuwse kleding laten zien. Ja, even eerst het schort. Dit is het de rok, ja, wij noemen dat een schort. Dat is van heel mooi glanzende katoen. U ziet het hier, dat maretje, oh nee, hier zie je het, nou ja, dit is de achterkant. Dit zie je aan de achterkant. Het is heel zwaar, er zit heel veel stof in, want het moest ook een beetje wijd uitstaan. En er zit een heel mooi galonnetje aan de onderkant. Maar het mooiste is het jasje. Dit is dat 16e eeuwse jasje, of jakje eigenlijk. Het is ook een van katoen met een linnen voering. Deze koperen haakjes werd dichtgeregen met een in die tijd roze, zalmroze lint. En daar hebben we nog een heel klein stukje van. Omdat het nog maar een klein stukje is, wordt het dus nu geregen met een rood-roze band. Omdat het wat versleten is. Maar dit is dus nog erover. En omdat we nog een klein stukje hebben, gaat dat wel bij. Als strikje kan het ook bij Maretje zien. Die heeft op de borst ook een mooie strik zitten. Dit is het schouderstuk. Dat is ook van dezelfde stof met fluwelen rand. En heel kenmerkend voor de mode van de 16e eeuw is het opstaande kraagje. Verder hebben we het schortje natuurlijk. Dat is ook heel, heel mooi. Is ook vrij smal vergeleken met wat we nu dragen. En het is ook van zijde. En het mooiste is, hoe meer foutjes erin, hoe mooier. We zijn gewoon heel goed in het vouwen van schortjes. Nog een paar kleine onderdelen. Onder alles, over je lijf, droeg je een hemd, een linnen hemd, van fijn linnen. En aan de bovenkant was een befje en dat was ook zwart geborduurd. En aan de mouwen,
Die kwamen dan onder dat jasje uit, was ook een zwart randje te zien. Dan de bruidegom. Oh ja, de steekmouwen nog eerst. Die mouwen van het jasje zijn vrij kort. En daarom werden er ook steekmouwen bij gedragen. En die zijn ook allemaal origineel. Van paars of zwart fluweel. Maar die zijn ook behoorlijk al gesleten hoor. Dus we moeten daar heel zuinig op zijn. Dit gebruiken we ook alleen een enkele keer in de tentoonstelling. Want dat kan je toch niet heel. Het is heel fragiel. Je kan het niet te vaak tentoonstellen. Dus alleen echt als het onderwerp over huwelijken gaat, dan laten we het zien. Maar we zijn wel bezig om een kopie te maken. Die is ook dat wat groter. En dan kunnen we dat ook vaker gebruiken. Dan de bruidegom. Dit is het jak van de bruidegom. We noemen dit de wambuis. Ook uit die tijd, origineel nog. Het is hetzelfde jak, hetzelfde soort, wat Hugo de Groot aan had toen hij ontsnapte in zijn boekenkist. Mm-hmm. En dat wordt bewaard in het Rijksmuseum. Maar wij hebben het ook gewoon. Gewoon? Ja. 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 Dat is een hele rij knoopjes. Die zijn gemaakt van paardenhaar. Dat toont ook heel mooi. Joost, de zoon heeft het de laatste keer aangehad in Enkhuizen als bruidegom. Dit jak. Ja, die moet niet al te dik zijn. Slank. Goed, dat was de 16e eeuw. Zwarte kleding. Heeft niets te maken met rouw. Want de echte zwarte rouwkleding ontstond pas ongeveer in de laatste kwart van de 19e eeuw. Dat was ook naar aanleiding van de dood van prins Albert, de man van koningin Victoria van Engeland. Koningin Victoria die kleedde zich toen in zwart. Nou, dan gaat de adel en dan gaat de hele meute erachteraan ook. En op het platteland, zoals hier, kwam ook dus die strenge zwarte rouwregels. Maar de tijd gaat verder, de ontwikkelingen gaan verder, de 18e eeuw was veel kleurrijker. En dat was ook onder invloed van het Franse Hof. Dat is op Marke ook te zien, want die dracht is veel kleurrijker. En dat draagt Jannetje als bruiloftsgast. We hebben op Marke voor allerlei gelegenheden speciale kostuums. En dit is dus de bruiloftsgast. Hoe komen we nou aan die kleren? Nou, in de 18e eeuw kwamen er allemaal, doordat we kooplui zijn geweest, kooplui waren, werden er nieuwe stoffen uit India aangevoerd. En dat waren vooral dus de bloemige stoffen, de baaf, en de geruite stoffen, de sitsen. En die werden gewoon geïntegreerd in de kleding. Het kreeg allemaal, vooral de bloemige en de geruite stoffen werden aanvankelijk voor kinderen gebruikt, kinderkleding. Borstjes, jakjes, omdat dat kinderkleding moet vaak gewassen worden natuurlijk. En deze stoffen, die katoenen, sitsen stoffen, kon je goed wassen. De kleur bleef mooi. Het werd steeds meer uitgebreid. Vrouwen gingen het ook dragen. En zo heeft zich dat ontwikkeld in de loop der jaren. Eeuwen, moet ik eigenlijk zeggen. Wat ook bijzonder is, wat Jannetje nu draagt, zijn de akers. In de tijd van de 16e eeuw, met dat trouwpak, bestonden die nog niet. Dat was nog geen mode. Die akers die zijn pas mode geworden in de 17e eeuw. Halverwege, ongeveer 1650. Wat zijn akers? Akertjes. Wat zijn dat? Versierselen. Geknoopte garen. En dat is heel fijn. Het zijn allemaal knoopjes. Heel fijn geknoopt. En dat hangt dan aan gouden of zilveren haken. Dat was ook mode. Dat zie je ook vooral aan bestuurders die zich lieten portretteren. Die grote akers. Mannen dragen dat ook. Ik heb nog nooit een aker
je gedrag. Nee. Marcus wel hoor. Mark en mannen wel. En dit ziet u dus op de omslag van het nieuwe boek van mevrouw Houweling. Ria graag. Of Ria? Nou oké. Ja. Heel hartelijk dank, Neeltje. Ik denk dat het een ieder zo vergaat zoals het mij vergaat. Ik begrijp nu veel beter wat ik zie op die omslag. Dank je wel voor jouw toelichting. Erg mooi. En ik begrijp dat dit een kostbare doos is. Ja, die gaat er mee terug. 16e eeuw, ja. Dat is niet niks, de originele kleding. Heel hartelijk dank dat je de moeite hebt genomen om dit allemaal te vertellen. Ja, en die kleding mee te nemen. Heel waardevol. Is zo, hè? Als je die omslag ziet en die twee in het midden zwart gekleed, dan verwacht je niet dat er een echtpaar is tijdens hun huwelijk. Ja, die bruiloftsgasten, daar kan je dan nog wel bij voorstellen. Maar die kleding wordt dus ook alleen maar tijdens een bruiloft gedragen. Goed, we gaan verder met de presentatie. Ik zei daar straks, naar aanleiding van de collectie op het Marker Museum, als je daar rondloopt, dan zie je met hoeveel liefde en aandacht die is samengesteld. Liefde en aandacht. Aandacht. Ik wil dat als rode draad voor deze avond gebruiken bij mijn verhaal. Toen ik zo in mijn boek zat te bladeren van ja, wat ga ik dit jaar als thema nemen? Ik heb wel eens foto's van Elk van de Kern laten zien. Ik heb wel eens verteld over de compositie van een foto, de harmonie tussen linker en rechter pagina. Het juiste moment om een foto te maken, dat is ook erg leuk. Dan moet je anticiperen van daar gaat wat gebeuren en dan alert, klaarstaan. Maar het viel mij op dat veel foto's in mijn boek zie je mensen met veel aandacht bezig met activiteiten. Ook kinderen zijn er heel goed in. En met volledige aandacht, niet gestoord door wat er ook gebeurt. Of volledige aandacht voor elkaar. Toen dacht ik, ja, ik heb mijn onderwerp, aandacht. En daarvan wil ik dan de eerste foto. Marco, heb ik zoveel mensen bedankt. En jij bent echt onmisbaar op deze avonden. Heel hartelijk bedankt. Deze man verdient ook een applaus. Zonder hem zou me dat niet lukken, want ik ben absoluut niet technisch. Mooi. Dit vind ik een mooi voorbeeld van een foto waarop kinderen met alle aandacht bezig zijn met hun project. Ik was op Piet Karregat van de Willem de Zwijger School gevraagd om foto's te komen maken van zijn leerlingen terwijl ze bezig waren met een iPad-project Geschiedenis over Waterland. Ik kom daar de klas binnen. Ik ben daar 3 kwartier geweest. Ik heb later de foto's er nog eens op nagekeken. Maar inderdaad, heel plezierig om dan zo te kunnen fotograferen. Ik werd door die kinderen volledig genegeerd. Nou, dat wil je als fotograaf. Klopt hè jongens? Het is heel fijn om mooie foto's te maken, terwijl mensen heel geconcentreerd ergens mee bezig zijn. Maar ik vond het heel bijzonder. Ik bedoel, 3 kwartier lang zijn ze daar met hun werkstuk bezig. Nou, ik herinner me wel, vroeger op school was dat toch anders, hoor. Het werd een keet. Want die leraar die was ook ergens op de achtergrond. Ik heb hier nog meer voorbeelden van. De volgende graag, Marco. Dit is het kinderkookcafé op de Bolder. Nou, je ziet met welke aandacht hier het deeg gemixt wordt. Ook daar gebeurde mij hetzelfde. De kinderen keken helemaal niet naar die fotograaf. Ja, ik flits dan niet. Hè. Ik gebruik het gewone licht, dat helpt natuurlijk wel. Maar het was leuk om te zien. Druk aan met groentes snijden, met allerlei andere activiteiten om het diner voor de avond in de Bolder voor te bereiden. Wat ik ook heel graag doe, is foto's maken tijdens een concert. En helemaal tijdens zo'n kinderconcert,
dat door Charlotte Rutgers werd georganiseerd met haar leerlingen in de Nicolaas en Antoniuskerk. Hier zien we, help je me, Bart Bonhof. Ik vind het prachtig, zo geconcentreerd, met volle aandacht, hij daar met zijn spel bezig is. Natuurlijk, met muziek moet je het, elke noot, elke rust, je moet je ook volledig concentreren. Maar zo'n jong jochie, publiek in de zaal, het lukt hem. En hier hebben we Hanna Veldkamp met Lieselot Blommaert. Tijdens het eerste klassiek talentenfestival dat in september werd georganiseerd. Ook hier aandacht voor elkaar en voor elkaar samenspel. Ik vond het een mooi moment om een foto te maken. En dan de derde. Jullie nu wel bekend. Hè? Louise, Arlette en Herewart. Het leek alsof het voor Arlette en Herewart, ook zijn ze zo doorgewinterd als muzikanten, hè, met Octo Gatje, toch wel spannend vonden om daar met je dochter op te treden. Tenminste, ik vind die blikwisseling van jullie heeft iets gespannends in zich. Klopt dat? Vond je het wel spannend als vader en moeder op te treden met je dochter? Of doen jullie dat regelmatig? Is dat gewoon mijn fantasie? Dat kan natuurlijk ook. Het loopt altijd spannend. Ja. Maar ik vind die blik van jullie, zo waar jullie mee naar elkaar kijken, vind ik heel erg mooi. Ik zou jullie willen vragen, het was een geweldig binnenkomen daar straks. Zouden jullie nu willen spelen wat jullie daar tijdens dat concert hebben gespeeld? Dat mag ook wel iets anders zijn hoor. Ik ben wel zenuwachtig. Het gaat hartstikke goed. Wat zeg je? Hoe ze gegroeid is trouwens. Ja. In een jaar tijd. We spelen als eerste een 7-8e nummer, is ook een zigeunernummer. Jullie hebben het al gehoord, net bij de binnenkomst, dus we hebben een bar gespeeld. Ik natuurlijk ook. En daarna spelen we een andere zigeunernummer. Thank you.
hartelijk bedankt. Jullie horen het aan dat applaus. We zijn heel blij met jullie en jullie bijdrage aan deze avond. Marco. Ook tijdens de kunstroute in Ilpendam stuitte ik op momenten van grote aandacht. Hier van een moeder met haar twee zoontjes, die met grote belangstelling een schilderij bekijken waarop twee kleinzoons staan van de heer Stevens de schilder. Ik vond het ook zo'n moment waarop je geluk moet hebben. Ik bedoel, je staat daar en dan plotseling staat daar die moeder met die twee jongetjes en dan op de achtergrond schilderijen met ook twee jongetjes. Nou, dat is toch een prachtige combinatie. Dan heb je echt geluk als fotograaf. Ja, Michael. Dit is een schilderij geschilderd door Gonda Bak, Schaap in Ierland. Ik vind de aandacht waarmee zij samen, Gonda en haar moeder, naar dat schilderij kijken ook een mooi moment van waar ik het daar straks over had. Aandacht voor, in dit geval, dat schilderij. En hier Ruud Godworst voor zijn portretten In My Mind met zijn moeder. Ik vind het een heel, ja, vertederende foto bijna. He, Ruud die daar zo vol afwachting naar zijn moeder staat te kijken van, nou, wat vind je nu van deze foto's? En ja, natuurlijk, prachtig, prachtig. Als moeder vind je ze prachtig, maar het zijn ook prachtige foto's. Ook weer hier aandacht voor elkaar. Ja? Ja, en tijdens een bootkamp, de feestweek in Broek in Waterland, moment van opperste concentratie, want je wil op die balk blijven lopen. Nou, dan zie je echt niet dat er ook nog een fotograaf staat en die gaat lekker aan gang. En de opening van de Waterlandse hockeyclub, die kinderen gingen lekker aan de gang met zo'n hockeystick. Leuk moment om ook een foto van te maken. De rommelmarkt is ook een leuk object voor foto's. Lekker rommelen in de antieke spulletjes. Ik vind het een hele leuke foto. Aandacht voor de spulletjes, ook aandacht voor elkaar. Generale repetities van toneeluitvoeringen. Ik fotografeer daar graag. Alles is klaar. De spelers, de kleding, de griem. De regisseur heeft gezorgd voor een mooie opname voor mogelijkheden voor de fotograaf. Dit is Nora van Ibsen. Ook hier de aandacht, de ondeugend, een beetje ondeugend portretje vind ik het. Want Nora laat aan de huisvriend haar panty zien. En dat was toen in die tijd van Ibsen iets heel bijzonders. En hier krijgt Karel Meij in de vrek van Cleante alle aandacht van de toneelspelers. Maar ik moet bekennen, soms vind ik het toch wel heel erg leuk om de aandacht van meer dan 100 paar ogen, lachende ogen, op me gericht te zien. Dit zijn de teams tijdens de Broeker Feestweek. Alle teamleden. En ja, ook hiervan heb ik alle namen achter in het boek. Of de aandacht van deze heer, onze ereburger Herman van Elteren, trek ik ook altijd graag met mijn camera. Ik heb deze foto gemaakt tijdens de tentoonstelling die gehouden werd door het Museum de Speeltoren ter ere van het werk van Herman van Elteren. De portretten op de achtergrond zijn trouwens van Studio Arnold van der Zee. Dus ook dit vond ik een leuk moment om jullie even te laten zien. Dit is een van de favorieten in mijn boek. En hier krijg ik alle aandacht van een zwaan.
leuk moment om een foto te maken, maar ik had de indruk dat hij niet zo blij was met mij. Want ja, hij wilde zijn kroos beschermen, dus hij zag me liever gaan dan blijven staan. En hier een moment van aandacht dat mij ontroerde tijdens de voorstelling van de theatergroep Coma uit Monnikendam. Van Marion Boschieter, Maaike Vos in het toneelstuk Zing nog eens een liedje, vertel nog eens een verhaaltje. Misschien dat jullie nu van de gelegenheid gebruik willen maken om mij om te laten zien waarom ik toen zo ontroerd was. Goedenavond allemaal. Ik zal ons even voorstellen, wij zijn de theatergroep Coma. En we willen natuurlijk Ria eerst van harte feliciteren met het prachtige boek. De reden dat wij hier zijn, is dat wij met een prachtige foto, met een voorstelling in het boek staan. En Ria heeft gevraagd of wij een fragment wilden spelen uit dit stuk. Nou, het betreffende stuk dat heet Vertel me een verhaaltje, zing nog een liedje. Het is een ontroerend en herkenbaar stuk over de onverbrekelijke band tussen moeder en dochter. Van manipulerende kleuter, zorgzame moeder, via een roerige puberteit tot een hoogbejaarde moeder en een zorgzame dochter. Wat u nu gaat zien is de eerste en het laatste deel van dit stuk, waarin aandacht voor elkaar centraal staat. Ik wens u veel plezier. Ik beloof het.
En dan wil ik nu geen kik meer horen, begrepen? Mm-hmm. Wat zeg je? Ja? Dank u wel. Wie? Wat? Dank u wel, mama. Dank u wel, mama. Graag gedaan. Nou, mama een kus. Grote meid, laat rusten. Moet rusten, mama. Wacht eens even. Heb jij je gebedje wel opgezegd? Mm-hmm. Op je knieën? Mm-hmm. Heb jij je gebedje opgezegd? Mm-hmm. Nou, heb jij je gebedje opgezegd of niet? Oké, juffrouw, uit je bed. Oh, mijn mama. Uit je bed en op je knieën. Maar het is zo koud. Het was ook niet te koud om naar mijn kamer te komen voor een slokje water. Maar ik had water nodig. En nu is het nodig dat je je gebedje opzegt. Uit je bed. Oh, mam. Voor ik morgen slaap, ga. Ik versta je niet. En als ik je niet kan verstaan, dan moet God het dan horen. Voor ik morgen in slaap raak, vraag ik de Heer me te beschermen. Mocht ik sterven voor ik ontwaak, vraag ik de Heer zich over mijn ziel te ontfermen. Nou, dat was mooi. Stel je nou voor dat God net zoveel tijd neemt om jouw gebeden te verhoren, als jij neemt om ze op te zeggen. Zal ik je even lekker instoppen? Hm? Mijn voeten zijn zo koud, mama. Ik zal ze even lekker warm. Hm? Zo beter? Laat rusten. Mam? Wat nu weer? Tot een verhaaltje. Je vader heeft jou een verhaaltje verteld. Eén verhaaltje nog. Vanavond geen verhaaltjes meer. Mam. Ja. Zingt u dan een liedje voor mij? Je bent 5 jaar oud en je gedraagt je als een baby. Alsjeblieft. Oké. Als jij je gedraagt als een baby, dan zing ik een babyliedje voor jou. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Een schaap met witte voetjes. Die drinkt zijn melk zo zoetjes. Schaapje met je witte wol. Kindje drinkt zijn buikje vol. Slaap. Vorig jaar stond u nog sneeuw te scheppen. Dat kan toch niet meer? Ik wilde geen last zijn. Ik wilde nooit tot last zijn. U bent niet tot last. Echt niet. Ik zal je in de weg zitten hoor. Wacht maar af. U zult niet in de weg zitten. Ik zal je tot last zijn. Hè. 2 vrouwen in 1 huis. Ja, daar komen moeilijkheden van. Ik zal je op je zenuwen werken. Binnenkort krijg je er zenuwen van. Mam, we werken elkaar altijd op de zenuwen. Daar is toch niks nieuws aan? Hé. Hey.
Maar we maken het altijd weer goed bij elkaar, toch? Hè? Je bent dom voor mij. Ja, ik ben een schatje. Ik meen het. Je bent een lieve meid. Weet u, man. We zijn gewoon hartstikke blij dat u hier bent, bij ons. We zijn familie. We horen bij elkaar, weet u wel? We zorgen voor elkaar. Dank Marion en Maaike. Vooral op het laatst voelde ik inderdaad weer een traan opkomen. Het is zo herkenbaar wat jullie spelen. De aandacht van de moeder voor het kind. En dan later, soms, als het niet goed gaat met die moeder, uiteindelijk weer de aandacht die die moeder terugkrijgt van het kind. Heel hartelijk dank. En u ook heel hartelijk dank voor de aandacht waarmee u deze presentatie gevolgd heeft en naar dit toneelstuk gekeken hebt. Want op een gegeven moment was het helemaal stil. En dan voel je dat de mensen ook meeleven. Mijn complimenten. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, en dan zijn we hiermee aan het eind gekomen van dit deel van de presentatie. Heel hartelijk dank voor de aandacht waarmee jullie naar deze presentatie geluisterd hebben, gekeken hebben. Het is nu tijd voor een drankje en een hapje. Drankje van de fotograaf. Een hapje van Zalmhuis Stuur, heerlijke zalm. Van slager Dirk Spronk, een mooie vleeswarenschotel. Van Harry Willig, heerlijke kaas. En van Gautier, olijfjes. En dan de mogelijkheid om daarachter bij mijn dochter het boek in te kijken en eventueel aan te schaffen. Heel hartelijk dank voor uw komst. Dit was een heel feestelijke avond. Ik ben hier heel blij mee. Dank u wel. Dank u wel. APPLAUS